mensen, mijn naam is Job en welkom terug op het kanaal Job naar de Top. En vandaag rij ik de omloop van Schijndel. Schijndel, dat is best wel ver weg. Even een stukje rijden. Wat heb ik wel gedaan? Ik heb mijn matje laten staan. Speciaal voor de New Kids. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb spulletjes klaar liggen. Ik zal ze even laten zien. Wat heb ik allemaal mee na een koers? Nou, uiteindelijk komt alles in de tas. Ik heb één cookie van voor de start. Twee jelletjes voor tijdens de koers. Teller. Een slotje voor mijn reservewielen. Mijn bril. Helmpie, Buffy, handschoenen, ook nog deze handschoenen, want ja, een beetje twijfel nog. Ik denk dat deze handschoenen worden deze een beetje te dik. Het is 6 graden buiten, dus het is niet koud, maar het is ook niet warm. Een jasje voor inrijden, armstukken, beenstukken, wordt nog over getwijfeld ook. Schoenen, overschoenen, wordt ook nog over getwijfeld. Ondershirtje, en broekje en shirtje. Flinke paklijst. Maar als het goed is heb ik dan alles voor de koers. Ik ga nu nog even een broodje eten. En dan is het zo'n 1,5 uur rijden naar Schijndel. Dus ja, de fiets ligt al aan de auto. De reservewielen dus mee en koerswielen. En dan tijd voor koers. Let's go! Nog twee dingen wat ik nog vergeten ben om te zeggen om mee te nemen. GoPro'tje, zodat ik de beelden kan maken op de fiets. En voeding voor in de bidon. Dus dan ben ik helemaal ready. Maaskantje! Aangekomen in Schijndel. Koers. Het is koers. Fiets is aanwezig. Ik ga nu even een rugnummertje ophalen. En dan opspelden, even klaarmaken, even warm fietsen. En dan is het al tijd voor koers. Dus jullie gaan de beelden zien. Oké, daar zijn we dan bij de omloop van Schijndel. Omloop van Schijndel was mijn eerste omloopje / criterium van 2023. Vanuit de KNWU, zeg maar, dus officiële wedstrijd. Het was een omloopje van iets meer dan 3 kilometer en in totaal 100 kilometer. Dus 100 kilometer is wel een redelijke koers bij de Elite Belofte en Professional B. Dus het niveau was hoog, dus ik had verwacht van tevoren dat het wel hard ging. Dus ik was ook wel redelijk gespannen. Dat merk ik toch altijd wel aan mijn lichaam, dat ik wel wat gespannender word. Maar dat is ook goed, gezonde spanning voor een wedstrijd. En zoals je kan zien bij de beelden, ging het eigenlijk al vanaf het beginpunt heel hard. Het eerste kwartier had ik ongeveer 350, 360 watt gemiddeld. En over de hele koers heb ik ongeveer 300 watt gemiddeld gereden. Dat is voor mij echt een dik record. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Over 2 uur... had ik 303 watt gemiddeld, volgens mij. Ik zal even het beschrijven. Ik zal even het Strava bestandje in de beschrijving zetten. Dan kan je het gewoon even analyseren als je dat leuk vindt om de wattage een beetje te bekijken. Hier zien jullie het rondje wat we reden. Het was dus een rondje van 3 kilometer. Er stond niet echt heel veel wind. Dus ja, daardoor werd de koers niet echt gemaakt ofzo. Voor de rest ga ik nog even, heb ik wat beelden uitgekozen waar je goed kon zien waar het wel goed ging en waar het niet goed ging. Want op zich, ik was wel weer goed qua kracht en ik reed deze koers ook vooral om toch te oefenen met in het peloton rijden. En goed naar voren proberen te schuiven op de stukken waar ik veel mensen kon inhalen. Maar ja, zo werd ik ook weer op stukken zelf ingehaald en dat zijn natuurlijk weer de nadelen. Dus daar gaan we even naar kijken. Dit was het eerste rondje. Ik had wel een nadeel, want er was op
loting was op waar je mocht beginnen, zeg maar, in het startvak. En ik had nummer 9 en ik mocht echt op de ene laatste plek pas starten. Dus dat was wel een enorm nadeel, want ik begon dus daardoor al achteraan. Dus het was ook lastiger om vooraan te komen, aangezien in de eerste ronde best wel hard ging. Nou, op dit stuk kan je duidelijk zien dat sommige jongens nou, net voor een bocht mij allemaal inhalen. En ja, daardoor verlies je toch best wel snel 5-6 plekken. Wat eigenlijk onnodig is, ja, waar ik misschien later zou moeten remmen of toch dichter bij degene voor mij moeten blijven om ja, toch die plekjes te behouden. Hier kan je dan wel weer zien dat ik uit de bocht snelheid behoud, even kan aanzetten om ja, toch weer 5-6 plekjes te pakken. Om op die manier ja, meer vooraan in de koers te komen. Ook deed in de koers mijn broer mee, Bram. Mijn broer die kan nog even, heeft iets meer koerservaring, dus die rijdt ook wat vaker vooraan. En zo heeft hij mij op een gegeven moment ook opgehaald vanuit van voor om samen naar voren te rijden. En ja, dat merk je toch wel dat hij meer ervaring heeft en dat het dan een stuk makkelijker gaat om naar voren te rijden. En ja, dat ik daar iets meer vertrouwen in moet krijgen om dus ja, in één keer grote plekken te pakken en op die manier ja, meer mee kan doen in de koers. Hier kan je goed duidelijk zien dat ik wel ja, de kracht heb om gewoon sommige stukken echt even hard naar voren te rijden en veel plekjes, veel mensen in te halen. Want ja, uiteindelijk ik denk dat dat wel de beste manier voor mij is om op de stukken waar het op een lint gaat om er gewoon naast volle bak even te rijden. Want ja, wat ik zeg, ik merk dat ik wel gewoon sterk ben en dat dat op zich wel goed zit. Maar ja, tactische rijden is soms wel belangrijker dan sterk zijn. Zo kan je hier ook weer zien dat ik toch word ingehaald door niet dicht genoeg op diegene voor mij te rijden. En ja, dat dat zonde is, waardoor ik gewoon plekjes verlies in de koers, waardoor ik niet echt van voren kom. En ja, niet echt van voren mee kan doen in de koers. Duidelijk voorbeeld van ja, hoe ik mensen inhaal, dat dat soms toch wel lukte om goed naar voren te schuiven. Wat ook wel mooi was, ik ben uiteindelijk 40ste geworden. Er stonden ongeveer 100 man aan de start, dus 40ste was eigenlijk helemaal niet zo heel slecht, vond ik zelf. Ja, dat was gewoon in het peloton gefinished, maar ik merkte dat de laatste ronde toch wel goed lukte om ja, naar voren te schuiven. En ja, uiteindelijk werd ik 40ste, want ik probeerde top 20 te rijden. Want uiteindelijk wil ik me plaatsen voor het NK wegwielrennen en daar moet je punten voor scoren. En die punten kan je halen door officiële KNWU wedstrijden te rijden en dan top 20 te rijden in een criterium of omloop. Dus de laatste ronde, ja, ik heb het helaas niet op beeld staan omdat mijn GoPro het niet volhield. Maar de laatste ronde heb ik nog wel redelijk naar voren gereden om uiteindelijk dus 40ste geworden. Ook kreeg ik veel positieve reacties van andere wielrenners die mijn video's zagen, hebben gezien. Dus bedankt iedereen voor positieve reacties. Het is heel leuk om te horen, dus blijf vooral kijken en mij volgen op mijn... Mij volgen op mijn verhaal naar de top. En dan zijn dit de beelden die ik dus heb geschoten met mijn GoPro. En wat ging er nou goed? Wat kon er beter? Ik merkte wel dat ik beter was in het peloton rijden. Het was wel lastig omdat het was een... Ja, we hebben 45 gemiddeld gereden, dus ongeveer. Dus het was best wel een snelle koers. Dus het was ook lastig om ja, met die hoge snelheden dan toch veel plekken te pakken. Kijk, stel voor... En er stond ook niet zo heel veel wind. Dus op het moment dat er best wel wat wind staat... Kan je soms ook makkelijker door de wind heen naar voren rijden. En ja, nu omdat de snelheid zo hoog lag, was dat ook lastiger.
Voor de volgende koersen, ja, ik moet gewoon nog meer proberen. Misschien ook, wat ik merkte was, uiteindelijk ja, heb ik dan 300 watt gemiddeld gereden. Maar ik heb mezelf nog niet helemaal uitgetest, zeg maar. Ik was nog niet helemaal kapot. En ja, ik denk dat in de volgende koersen misschien een keertje aanvallen. Om, ja, misschien rijd ik mezelf wel kapot, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Om ja, toch kijken wat er... ja, wat voor kracht ik nog meer heb om misschien wel een criterium te winnen. Zo, zitten we in de auto. Koers is weer af. Ging goed. De eerste drie ronden ging het vrij hard. En toen dacht ik wel van, oh, zal wel lekker koersje worden. Uiteindelijk gewoon ja, redelijk peloton gereden. Pelotonrijden ging wel beter ook. Laatste ronde naar voren kunnen rijden. Een beetje. En zo werd ik uiteindelijk 40ste van de ruime 100 die aan de start stonden. Dus helemaal niet ontevreden. Ook nog mijn vriendelijke vriend hier naast me. Mijn broer, mijn voorbeeld, die werd 6e. Dus daar moet ik het nog even van leren. Maar goede training, goede koers. En op naar de volgende. Op naar meer. Op naar meer. Dus als je de winst, op naar de top. Op naar de top. Op naar winst inderdaad. Dat is belangrijk, dat is leuk. Als jullie meer van dit soort content willen zien, meer koersjes, abonneer dan zeker even op mijn kanaal. Vergeet het, doe even een duimpje omhoog. En like hem ook. En dan zeg ik voor nu, adios.